En nou zou ik eigenlijk volgende week de keer van huis af een paar dagen, omdat ze mijn zolderetage gingen renoveren van de woningbouwstichting. Zou ik een paar dagen in de kerven slapen, dus ik ben bang dat... Nee. Mijn woorden schieten tekort op het moment. Ik had, in de opslag had ik wat jukeboxjes en spullenautomaatjes staan. Nou, dat was het eigenlijk. Daar sleutelde u aan, of ja, dit? Ja, thuis. Ja. Dus... Hoe is het weg nu? Ja, geen idee. Wat ik het ergste vind, is dat mijn gereedschap ook weg is. Maar het allerergste vind ik voor die caravan van die mensen. Die zijn toch wel meer waard als de spulletjes die ik had. Ik had hem uit buiten staan, daarachter. Toen had ik gezegd van, zet hem maar binnen neer. Maar ik weet niet welke hal, want er zijn hier zoveel hallen. En, maakt zich zorgen. Maar, ja, tuurlijk. Het ding is niet verzekerd. Hè. Ik heb dat ding heb ik toen helemaal gestript. Alles eruit, alles nieuw ingericht. Er zit een nieuwe tv, een nieuwe wc. Alles zit er nieuw in. Alleen de ombouw van de caravan is oud, dat is allemaal nieuw. Dus daar zie ik nu allemaal in vlammen opgaan. Er zijn aardig wat centen en tijd in gaan zitten. Ja, dat kunt u wel zeggen, ja. Uw caravan staat hier ook? Op de camper staat hier. Camper? Ja. Ja. Maar en is hij heel gebleven? Ja, allemaal in de grote loods, de eerste. En die is gespaard. Oh, dat heeft u net gehoord? Ja, ja, ik heb de baas net gesproken. Ja. Want u was even bang dat u hem ook kwijt was? Ja. Eigenlijk heeft u bij al deze ellende een beetje geluk. Oh, heel wat. En die singeltjes die zijn nou ook in vlammen opgegaan. Ja, daar lagen er wel wat. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik had ze in de opslag, ik denk toch zo'n 70.000 singeltjes. Ja, die zijn allemaal weg. En er zaten mooie tussen. Ja, daar bal ik wel van, dat die weg zijn. Daar heb ik jaren over gedaan om dat te verzamelen en nou is het weg. Ja, meneer Van Soest, dit is een drama. Ja, dit is zeker een drama, ja. Dit is een enorme brand, een grote hal. En er stonden toch een paar honderd caravans in. Dus er zijn toch honderden gedupeerden, kun je zeggen. Ja. Een drama. En er stond nog van alles meer in, hè? Ja, er staat van alles staat erin. Dit is eigenlijk een hele grote opslag, voornamelijk voor caravans. Maar ook oldtimers, kampeerauto's. Oudere vrachtauto's en dat soort dingen, ja. Hobby voor mensen of vakantie voor mensen? Ja, dus, voor een heleboel mensen zit er een hoop werk en kosten aan natuurlijk die ze gemaakt hebben om hun caravan in orde te krijgen en alles. En ja, er schijnen ook nog wagens van de carnavalsvereniging van Oefel en Beuken te zijn. Daar heb ik nog geen goede informatie over. Maar ja, ook met de carnaval in het vooruitzicht zijn het ook alweer... Ja, een grote strop. Is er iets duidelijk over waar en hoe de brand heeft kunnen ontstaan? Nee, op dit moment is daar hebben we nog geen indicatie hoe de brand is ontstaan. Dat zou mogelijk onderdeel uitmaken van een onderzoek die we nadat de brand meester is gegeven gaan uitvoeren. Ja. Waren er mensen in het pand toen de brand uitbrak, weet u dat? Nou, ik weet niet of er mensen aanwezig waren in het pand, maar ik kan wel bevestigen dat er geen sprake is van slachtoffers, gelukkig. Naar schatting zijn er 700 caravans in vlammen opgegaan. Dus zijn er heel veel mensen gedupeerd door deze enorme brand. Vanwege de grote rookontwikkeling ging er een NL-alert uit en moesten mensen ramen en deuren sluiten. Maar inmiddels is vastgesteld dat er geen gevaarlijke stoffen zaten in de rook.